Ik ga. Hé, nu al? Ja. Nou, liefje, luister eens even. Als jij straks met potentiële werkgevers gaat praten, dan kan dat natuurlijk niet zo, hè? Nou, schatje, ik moet gaan. Ja, maar je moet eerst even vertellen wat jij wil eten vanavond. Dat thuisje van laatst, dat lijkt me wel wat. Ja, dat is goed. En dan wil ik jou een stoetje. Oh. Met de zonder slagroom. Met slagroom. Zie je straks. Ja. Thanks. Was goed? Ja, kan niet beter. Wat? Het was net of Barbie afscheid nam van Ken. Beetje te. Waar heb je het over? Nee, maar mij niet uit, maar mij niet uit. Ik ben dol op te. Maar jij niet? Ik neem gewoon afscheid van mijn man, als dat al te is. In die context wel, ja. Ik kan je echt niet volgen. Of een relatiecrisis nou overdreven doen. Maar relatiecrisis? Er is helemaal geen sprake van. Ja, oké, we hadden even een klein dingetje, maar... Dat is alles. Dat komt wel vaker voor. Ja, ben je nou klaar? Nou, niet van onderwerp veranderen. Dat doe ik niet. Misschien kom je hier weer weg bij Jack. Maar niet bij mij. Je wil hem niet meer. Of wel? Lieverd. Wat wil je nou dat ik zeg? De waarheid. Ik hou van Jack. Maar maakt hij je gelukkig? Ja. Waarom twijfel je? Dat doe ik niet. Oké. Stel, mam, je bent in een groot bos en je bent verdwaald. En je mag één iemand bellen. Wie bel je? 112. Iemand die je kent. Jou. Bel je dan Jack? Of Ludo? Jack. Mam, ik wil alleen maar dat je gelukkig bent. En niet dat je doet alsof. Maar dat doe ik niet, lieverd. Echt niet. Weet je het zeker? Ja. Oké, ik deed net misschien een klein beetje overdreven. Maar dat kwam omdat ik... Nou, iets goed te maken had. Waarom? Dat voelde gewoon zo. Oh, omdat je toch eigenlijk... Nee. Nee. Ludo heeft hier niets mee te maken. Sure? Ja. Oké, dat is goed. Oké. Nee, niks. Maar een cursus lijkt me niet overbodig. Ik ga vanavond inschrijven. Voortvarend. Straks laat ik jou alle hoeken van de kamer zien dansen. Dat doe je al hoor, dat doe je al, schat. Is het een nieuwe vorm van bewegingstheater, jongens? We zijn een beetje aan het oefenen. Ja, dat zie ik. Maar waarin? Salsa dansen. Huh? Ik ga nog een cursus nemen, maar voelt goed. Ja, dat lijkt me niet overbodig, maar... Ik moet even een paar belletjes doen boven, dus... Jullie kunnen ook gewoon met elkaar praten. Was dat niet meer op dan een salsa-cursus? We proberen iets nieuws samen, is toch leuk? We houden van elkaar, er is niks mis mee om dat aan elkaar te laten zien. Zeker nu het een beetje moeilijk is, omdat we het allebei zo druk hebben dat we langs elkaar heen aan het leven zijn. En nee, als jij denkt dat dit gaat werken, dan